kalverdiarree. Hoe benaderen we dit? Ten eerste om te kijken wat is de kalverdiarree. Dan moet je meteen een onderscheid maken tussen voedingsdiarree en infectieuze diarree. Voedingsdiarree, dan moet je denken aan te witte mest, te veel mest en eventueel grijze mest. Dan moet je voornamelijk denken aan de melkbereiding. Denk aan de temperatuur van de melkbereiding, de juiste temperatuur en de juiste concentratie. Dat is heel belangrijk. De tweede kent het die product de juiste toepassing. De juiste toepassing bedoel ik mee, is het product geschikt om met 40 graden te verstrekken of mag het ook koud verstrekt worden. Maar dan moet het ook met een speen hebben. Lees daarvoor goed de label. Dan infectieuze diarree, dan is het heel belangrijk om de primaire oorzaak op te sporen. En dat betekent heel goed naar de consistentie van de mest kijken. De tweede mogelijkheid is eventueel ter ondersteuning onderzoek die doet met de mesttest en dat bevestigt met hetgeen waar we mogelijk mee van doen hebben. En dan pas kun je een goed overleg met de dierenarts en de juiste therapie toepassen. En wat te doen bij diarree? Het belangrijkste is uitdrogen voorkomen en verzuring tegengaan. Dat betekent 1 à maximaal 2 voedingen de melk weghalen en daarvoor extra vocht met elektrolyten of neutrofit voor de juiste voeding en het verzuren tegengaan. Dan is het vaak zo dat diarree hebben, kalveren moet je 20% meer verstrekken dan wat je normaal in melk doet. Om zo het uitdrogen te voorkomen. Hoe diarree te voorkomen? Het belangrijkste is hierbij biesmanagement en hygiëne. Ten derde ook nog omgevingsfactoren. En biesmanagement is heel belangrijk dat we de kwaliteit kennen. En daar hebben we hele mooie kaarten voor ontwikkeld. Wat laat zien wat de waarde van de bewuste individuele bies is. Kun je mooi meten met een refractometer. Dan weet je wel waar je staat. En je weet tevens hoeveel weerstand je meegeeft met kalf. En dat is wel heel belangrijk. Ten tweede, hygiëne, ook in de afkalfstal en de huisvesting van de kalveren, is in deze heel belangrijk.